Er was een week terug, 10 dagen terug dan, en door ons, door de regering besloten het resort Kabalibo, maar met name Apura, Washabo en Section in een lockdown te plaatsen vanwege een uitbraak in dat gebied. En wat de mensen doen is dat zij dus via de boot illegaal, kan je zeggen, dan uit die lockdown gaan en in Nikeri aankomen. Er zijn een paar personen toen aangekomen in Nikeri, een poosje terug, vanwege opmerkelijkheid van de bevolking al daar. En het opspoorwerk dat het team daar heeft uitgevoerd, zijn 7 personen geïdentificeerd, geswapt. En die waren positief uit dat gebied en zijn ook opgenomen in het Mungra Medisch Centrum. Maar tegelijkertijd zijn er dus bewegingen die plaatsvinden, ongecontroleerd. En die mensen komen aan waarschijnlijk ook in de avond of in de nacht waar ze niet gesignaleerd worden. En gaan zich dus verschuilen hier en daar. En de rapportage die ik heb gehad zaterdag van het team daar is dat het waarschijnlijk zou moeten gaan om 15 personen plus min. Dat betekent dat er 15 personen waarvan de status onbekend is, maar ze komen wel uit een hoog risicogebied, dat zij zich waarschijnlijk in Nikeri of misschien verder hebben begeven en zich verscholen houden. En dat is natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling, omdat we hebben liever controle dan dat we geen controle hebben. Als je geen controle hebt, weet je 1, de status niet. En 2, je weet niet waar de mensen zich naartoe begeven. Maar er was er ook nog een geval in Uitkijk, in 1 familie. Dat is een lokale uitbraak waar gerapporteerd is dat er een uitvaart hier was. En er mensen uit Nederland hier aangekomen zijn voor de uitvaart. En dat waarschijnlijk de mensen positief waren. En in ieder geval zijn er 10 mensen uit de 1 familie initieel positief getest. Ik heb gisteravond tegen 8 uur nog gesproken met de DC van Saramaka. En die DC heeft aangegeven dat rapportages er nog 5 bijgekomen zijn. Dus maar gelukkig moet ik zeggen dat het een familiecluster betreft. Het zijn mensen die allemaal op 1 plek zijn geweest. En zie daar weer het belang eigenlijk welke we steeds benadrukken van superspreading events te voorkomen.